Hoi dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Nu nemen we een vlog op in deze formaat, zodat ik het ook op TikTok kan zetten bedoel ik, en ook op YouTube kan zetten. Dus in dit soort formaat gaan jullie altijd mijn vlog zien. En ja, we zijn nu momenteel heerlijke cola aan het pakken, maar ik ga zo'n beetje heerlijke koffie maken. En dat is namelijk koffie van... Dat ik ben. Deze product. Van de SNCO hier. Hier ga ik namelijk koffie mee maken. Eerst zien dat er genoeg water in zit. Ja, water zit er redelijk genoeg in. Dan pakken we natuurlijk een pad. Want dat doe ik ook elke dag. Elke dag niet echt, maar... elke dag drink ik eigenlijk wel koffie. Ik drink veel koffie, maar Cremoso. Cremoso, omdat die lekker is. Geen Aeron is spijtig genoeg niet. Hup. De stekker in steek, want dan gaat het natuurlijk niet werken. Anders werkt er niks. Hupla. Dan pak je weer een jat. Een jat, ja, voor de Nederlandse kijkers die kijken is dat een tas, maar een jat is Vlaams. Of is dat dialect? Ja, wel een jat. Een jat, een mok. Ik vraag dat jat een dialect is of een Vlaams is. Dialect. Dialect, Antwerps dialect denk ik. Daar zetten we nu deze aan. En zo zijn we de vlog weer goed gestart, hè, beste mensen. Ja. En nu zondag gaan we naar de zee, in Blankenbergen. Naar Knokke. Ja, we hebben toch een beetje eerder zet gelijk, ook naar Knokke. Maar ook naar Blankenbergen. Naar alle twee eigenlijk, ja. Ja. En we gaan ook zeker naar frituur The Taste. Jullie weten waarschijnlijk wat dat frituur is, The Taste? Waar Aceit zijn video heeft opgenomen van zoveel snacks testen. Ja, waar Aceit zijn video heeft opgenomen van snacks testen of zoiets. Alle snacks van de dag van de frituur. Ja. Dan moeten we die vlog van Aceit kijken. Dan zien we waar The Taste is. En dat is zo'n frituur, Javen. Beste frituur, man. Beste frituur van Blankenbergen. Man, heren, dat is beste frituur. Ik vind de bovenpoort, maar... De bovenpoort. Maar wat ik zeg altijd, er gaat niks boven de Taste. Er gaat niks boven. Nee, dat is waar. Maar ja. Dus, en horen jullie, mijn koffie is al aan het doorlopen. Dus, daar zijn we zometeen klaar mee. Hij is al aan het doorlopen, zoals jullie zien. En zo, dames en heren. Nu zijn we al een beetje verder in de vlog en wat ik nog wel vertel aan jullie is dat ik de vlogs niet voor de fame doe, hè Javan? Ja, gewoon voor het plezier. Hè. Gewoon voor het plezier, want sommige vloggen, hè Javan, ja. Doen het wel voor de fame, hè. Ja. Maar ze zijn wel iets beter als mij, vind ik, hè Javan? Ja, dat wel. Ik kan dat eigenlijk niet, Javan, zo gekkigheid. Ik kan dat niet, Javan. Hoe is zo gekkigheid? Zeg dus. Hoe bedoel je zo gekkigheid? Gekkigheid zoals dom. Ah ja, zo ja. Snapte? Ja, ik snap. Maar in ieder geval, ik blijf en ik ben wie ik ben. Al wordt het anders uitgesproken. Ik blijf hoe dat ik ben, hè. Ja, zo wat Jan zegt klopt. En Jan is ook nu trouwens Pokémon Go aan het spelen, zoals jullie kunnen zien. Ga je niet veranderen voor iemand anders, hè? Nee, ik weet het. Je moet je eigen nooit laten veranderen door iemand anders. Dus wijze woorden. Wijze woorden van de heer Daily. Nee. Wijze woorden van Eli. Dus u nooit veranderen door iemand... Dan kan ik het weer slecht uitleggen. Nooit veranderen voor iemand anders. Dat bedoel ik. Ik ben wie ik ben. Ook al... Zijn mijn vlogs niet zo leuk? Maar ik doe niet zoals een andere persoon. Dus ik ga bijvoorbeeld niet Don achterna doen. Ik ga bijvoorbeeld niet Gio achterna doen. Dus bijvoorbeeld dat iemand zegt tegen mijn reacties deed van... wat een slechte video is dat? Jij moet niet betere video's gemaakt omdat jij dat zegt, hè? Nee, ik weet het. Jij moet doen wat jij doet, hè? Ik doe wat ik doe. En wat ik doe is... Is video's maken en een beetje mensen entertainen. Entertainen niet echt, maar praten met de mensen zo wat.
Ja, ja, een soort van entertainment. Entertainment is echt zoals Dondo, hè? Ah ja, zo. Ja. Hé, hey, Javan. Gewoon een beetje praten met de mensen. Maar mijn lievelings-YouTuber blijft, Javan? Dompi. Nog een andere. Gio. Gio. Ja. Gio is zo'n goede vlogger. Gio Latoy. Gio Latoy. Ik vind die vlog, toen dat hij de Ferrari met de Lamborghini Urus van Enzo Knol gewisseld heeft, ook een topvlog. Ah, die heb ik nog niet gekeken eigenlijk. Die ik kijk niet echt zo vaak. En hij was één keer geprankt geweest door Enzo Knol, dat weet ik ook nog goed genoeg. Ik kijk meer zo op TikTok, snap je? Toen zei Enzo Knol van... ja. Toen had Enzo Knol zo gezegd... Gio reed eerst met de Lamborghini Urus. Ja. Hè? Ja, ja. En toen... Gio reed eerst met de Lamborghini. Ze hebben hun auto geswitcht, hè, Alan? Ze hebben dus hun auto geswitcht. Maar dat is toch dom? Dat doen YouTubers, ja. Stel je voor, die andere zijn Lamborghinis meer waard. En dan gaat hij dan verkopen. Stel je voor, heeft hij meer geld. De YouTubers... Gio en Zoknol zijn wel te vertrouwen, ja, want die zitten ook al twee in de YouTube-wereld, hè. Ja, jij wilt dus, niks zeggen. Jij zegt dat wil niks zeggen. En ze kunnen misschien wel goede vrienden zijn met YouTube en zo, maar wie weet niet in het echt, hè. Dat weet ik niet, hè. En Zoknol heeft er dus een prank mee uitgehaald. Want jij zou wel goede vrienden zijn, dat zeker weten. Dan zijn het hele goede vrienden. Dus Enzo Knol heeft er een prank mee uitgehaald. Hoe wil ik het nu gaan uitleggen? Ik weet het niet, want ik kijk Gio niet. Ik kijk meer altijd TikTok. Maar ik ken Gio wel, want hij heeft zo'n vlog met Jade. Dat zij twee kittels kreeg, Bruno en... Rover. Bruno en Rover. Bruno en Rover. Dus... Ja... Nu kan ik het weer niet uitgelegd krijgen, ze. Dus Enzo Knol had Gio dus geprankt met die Lamborghini Urus die verdwenen was. Hij was een Gio helemaal in paniek natuurlijk. Ze dachten eerst dat de vrienden het gedaan hebben, maar toen kwam uit dat Enzo Knol dat gedaan heeft. Dat was ook wel een goede grap, vond ik. Allee, die vlog moeten we maar eens zien. En ik blijf altijd wie ik ben. Dat zal nooit veranderen. Ik was ook in dingen geweest, eerst in Amsterdam, Coldplay. Coldplay, daar hebben ze het altijd, die hebben het altijd koud, hè, Javan? Wow. Ik had het niet gezien. Zo, dames en heren, nu is mijn mama ook al aangekomen, die nu de was aan het doen is. En ik film altijd de dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Dus de dingen die gebeuren in het dagelijks leven, die film ik eigenlijk dus. En waar we het vandaag gaan over hebben. Vandaag heb ik maar over één wijze raad gehad. En dat is verander niet voor anderen. Dus, ja. En morgen gaan we ook naar de markt. In yellow. In geel. In geel, yes. Hey, Javan. Ik ga even een plus pakken, ja. Nu doe ik het toch bij de kast staan. Wil je een galet pakken voor mij? Een galet, ja. Eén is genoeg, hè. Hoeveel heb jij er straks op? Drie. Geef het me ook maar drie. Als ik doe, moet ik filmen, want ik ben een vlogger. Alleen een vlogger. Voilà. En galetten zijn eigenlijk... Harde wafels eigenlijk. Zo'n koeken. Ja, harde wafels. Galetten! Galetten. Hé, zou je ook zondag gaan tweeën? Ja. Naar de zee, joepie. We gaan zondag naar de zee. Maar nu voor een dagje, nee, augustus gewoon voor een week, hè, toch? Voor stipt een week, hè, Javan? Ja. Van zaterdag tot zaterdag. Dat is een lekkere week, zie. Ja.
Ik heb misschien een maken van gaan minigolven, hè? Ja. Ik ga alles vullen met jou. Ik ga ook iets met de keur doen, met de keurrol. Ik ken dat ook zo, hè? Maar met de keur, hè? Ik heb het zo gehoord met de keur, dat ga ik ook eens doen. Met de keur. Lekker. En onze neef zat nu aan de zee, ja. Dus. Maar nu zondag gaan we ook naar de zee. Ja. Daar hebben we nog in het begin van de vlog al over gehad, ja. Op de zee? Ja. Dus. Zo dames en heren, dit was weer het einde van de vlog. Ja, sorry dat ik op één plaats maar gefilmd heb, maar het kon eventjes niet anders. Maar ik hoop dat jullie wel genoten hebben van de wijze woorden van mij. Als ik zoals ik altijd zeg, en dat is tot een volgende video toppers later.